vroeger stond hij er nog steeds zo zielig. Dus ik... Feestdepend koning. Goedemorgen, welkom bij onze 16e vlog alweer. Het is vandaag Koningsdag, zoals jullie zien in onze zwarte kledij. Ik heb gewoon niks oranjes. Nee, ik eigenlijk ook niet. Tenminste, niet iets oranjes wat leuk is en bij het weer past. Al is het wel koud. Maar goed, wij gaan vanmiddag wellicht nog even klussen en nog even lekker in het dorp. Nog even rondhangen en kijken. Ja, in ons nieuwe dorp gaan we naar de markt. Dorpje. Ons nieuwe dorp, hè? Ja. Doei! Nou, wij hebben onze oranje tepoes op en we hebben de koning weer op tv gezien. We zijn wel halverwege afgehaakt, want het vond een beetje lang duren. Nu zijn we in onze toekomstige dorp om daar even langs of rond te lopen op de markt, zolang het weer mee zit. En wat bij de food tents te halen, want we hebben heel erg honger en we hebben echt gewoon een tepoes op en dat is het. Ik nog een boterham, dus heel erg honger. Dus wij gaan wel wat lekkers halen op de markt. En ja, dat gaan we nu als eerst doen. En dan zeggen we gewoon, in naam van de koning, we hebben eten nodig. Gefeliciteerd met de koning! Oh. Oh. Gefeliciteerd met de koning. Wat heb je? Heerlijke kibbeling, dat is echt lekker. Ik weet niet van wie dat hier is, maar dat is echt lekker. Het is wel druk, hè? Ja, klopt. Wat ga je aan doen, Han? Nou, er stond een man bij een ijskraampje en ik vond hem zo zielig staan. En op de heenweg zeiden van, oh, zullen we ijsje kopen? Nee, het is eigenlijk te koud. En op de terugweg stond hij er nog steeds zo zielig. Dus ik wou eerst één bolletje ijs kopen en toch heb ik uiteindelijk twee ook voor hem gekocht. Want hij haalt waarschijnlijk misschien niet eens het geld eruit om te staan daar, omdat het gewoon koud is en het waait. Het ziet er gewoon niet gezellig uit om een ijsje te halen. Dus ik heb chocola en pistas. Het is eigenlijk wel erg lekker. Het is ook echt lang geleden dat ik ijs op heb. Het is goed ijs, dat wel. En de markt is daar op de achtergrond. We zijn even weggegaan omdat het heel druk is. En het waait echt verschrikkelijk hard, zoals jullie misschien wel zien. Hier valt het wel mee, maar daar verderop waait het zo hard. Ja, het waait inderdaad een behoorlijk handje. Ja. Nou, wij zijn dus terug van de markt na wat gegeten te hebben. We hebben niet alleen eten gekocht. Nou, we zijn gewoon terug van de markt. We hebben gegeten, maar we hebben niet alleen eten gekocht. Ik zal laten zien wat we hebben. Oké, het is echt heel shaker het beeld. Waar is het? Anders is echt de kluts kwijt. Je ziet er ook niet uit dan. Nou, waar heb ik het gelaten? Oh, hier. Kom verder in ons domein. Het hoeft niet kapot. We hebben twee dekbedden gekocht voor heel goedkoop. Hier is het plaatje 1. Normaal gesproken betaal je voor een dekbed van 2,40 gewoon 30 tot 50 euro, net daarna wat je hebt. En wij hebben voor twee dekbedden 35 euro betaald. Ja. Dus oftewel, we zijn nog bijna goedkoper dan één dekbed en daar hebben we gewoon twee voor. Deze is een beetje oranjeachtig, ik weet niet of het helemaal kan pijn. Ja, dat is lastig te zien. Misschien op deze kant, zo. Dat is beter. Dus dat komt hier, kijk of het leuk bij de muur staat. Oh, die staat gaaf. Ja, dat is vet. Die is mooi. Tegen de muur of je hand ervoor, ja. Hij is aan het focussen. Dat is helemaal gebroken. Draai je mis. Dat is echt helemaal dwars af. Ik heb mijn eigen kracht niet, denk ik. Zullen we het bordje maar gebruiken hiervoor in plaats? Ja, die is leeg. Moet hem opladen. Ja, dat gaat niet zo snel hoor.
Nou, tijdens het tikken van de spijkertjes in het bord is de achterbord ietsjes verschoven. En daardoor... Ietsjes. Ja, je ziet het. Ja. Je ziet het. En daardoor kan je deze er zo meteen niet meer opkrijgen. Dus nu moeten we alle spijkertjes eruit gaan tikken. Let's go! Half af. Hij staat wel echt giga leuk. Ik zal hem even laten zien. Tada! De kast. Hij, je ziet niet heel goed, maar hij, ja, je ziet wel goed trouwens. Hij springt echt heel leuk ja, van de blauwe muur naar voren. En we hadden, wat we eerder in de vlog hadden laten zien, die hadden we laten zien, hè? De twee nieuwe dekbedden die we gekocht hebben. En we hebben er eentje al op het bed gedaan. En ik vind hem echt super leuk. Ik zal het laten zien. Frans, of moet jij hem even laten zien? Hier komt hij hoor. Tada! Hey, Frans. Wat is het? Laat het bed maar zien. Even wachten. Tada! Oeps. Leuk. En die kussentjes, daar, oh, je ziet heel die kussens niet liggen. Maar hier zitten de kussens hoor. Anders lijkt net of dat dit de kussens zijn. En ben je er tevreden mee? Zal ik er mee? Heb je me? Frans, doe dit nooit meer. Hoezo? Ga je nou slapen? Nou, ik ga maar een einde aan deze vlog maken. Ik kom even gezellig bij je zitten, Frans. Oh, ja. Oeh, ik val. Nou, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Koningsdagvlog. Ja. We hebben alleen niet veel Koningsdag. Nee, ik heb helemaal niks eigenlijk. Ja, over de markt gelopen, maar dan ga je niet echt filmen. En wel een koningvlog, dat wel. Een koningvlog? Hoezo? Gewoon een goede vlog. We hebben wel een king size dekbed. Dus. Ja, dat wel, hè. Maar geen king size bed, dat is wel een beetje raar. Nee, wij hebben een 60 bedje. Mijn grote paste hier niet. In ieder geval, al vonden jullie deze vlog leuk, laat dan een duimpje achter. Een reactie vinden we ook erg leuk om te lezen. En dan wil je nou meer van ons zien, abonneer dan gewoon en klik op het belletje. En dan zie je elke donderdag om 4 uur een nieuwe video. En gewoon doen. Gewoon doen. En dan zien wij jullie de volgende keer weer. Ja. Doeg! Ciao.